De release van FC 25 is aangebroken en daarmee starten we dit jaar natuurlijk ook met nieuwe carrière-modes op dit kanaal. Ik heb er weer zin in, ik hoop jullie ook. What up kijkers, mijn naam is Rick en het is de start van een nieuwe FC 25 Ajax carrière-mode. Nou, een nieuw jaar brengt een nieuw carrière mode en het is nu dus vandaag tijd voor de Ajax carrière mode. We gaan hem starten, maar we gaan het even iets anders doen als dat ik vorig jaar heb gedaan. Afgelopen jaar heb ik natuurlijk een beetje gewacht tot de mods er waren voor meer gezichten, meer gamefaces, etc. Ga ik dit jaar niet doen, we gaan gewoon meteen beginnen. Daarmee kunnen we dan niet met een echte manager spelen. Of nou ja, het zou wel kunnen als we eentje uit de Premier League of zo verplaatsen. Maar we gaan dus weer gewoon onszelf in de game maken. Wat houdt dat in voor carrière mode? Heel misschien een terugkomst van Pers. Ik zou kijken wat ik kan doen. Ik beloof nog niks, maar daar wil ik naar gaan kijken. Misschien dat we weer Pers kunnen gaan doen. Vond iedereen altijd leuk. Maar waar ik sowieso aan wil gaan werken is meer verhaallijnen. Om die wat meer terug in carrière te krijgen. Want dat deed ik ook. Dat houdt in dat we nou gewoon onze eigen manager gaan maken. En even kijken deze aflevering wat allemaal nieuw is in carrière mode. Of er veel veranderd is. En we gaan rustig aan gewoon deze save starten. Ik verwacht dus nog geen wedstrijden of zo. Meer de selectie klaarmaken. En we zien wel wat we gaan tegenkomen. Nou, allereerst bij manager maken zijn dit de beginselen, de presets waarmee je dus waarmee je te werk kan gaan. Ik ga gewoon de middelste kiezen. Nou, de naam is veranderd. Ik ga mijn afkomst natuurlijk aanpassen naar Nederland. En ik ga hoogstens misschien een beetje de kapselkleuren wijzigen. Maar verder ga ik hier niet heel veel aan doen. Oh, je hebt wel meer, voorbeelden waar je uit kan kiezen qua gezicht zie ik nu. Dus ik ga eigenlijk nog wel gewoon een beetje aanpassen. Eens even kijken naar wat. Ik pak voor nu gewoon even deze. En ik ben eigenlijk benieuwd of we misschien petjes kunnen gaan dragen. Dat zou ik wel een keer waarderen. Het menu doet wel een beetje vreemd bij mij in de game. Maar hey, we hebben petjes. Dus ik ga hoe dan ook gewoon deze guy een petje opgeven. En dan wordt deze hier. Haarkleur verandert naar donkerbruin. En dan kijken we even gauw naar een outfitje. Ik denk dat ik gewoon een keer een pak ga dragen. Dus noemen we wit shirt met overhemd. Trouwens, een pak met een pet. Niet echt een combi. Waarom dacht ik daaraan? Trainingsjasje, hoodie vind ik ook wel prima. Lichtblauwe club hoodie. Ah, we doen dat gewoon. Zwarte casual broek. Zwarte sportschoenen. Dat is onze outfit van het jaar. En dan gaan we hiermee denk ik gewoon spelen. We kiezen authentieke club natuurlijk. En het wordt Ajax. Hierbij zien we dat we 29 miljoen aan transferbudget gaan hebben. De clubwaarde is 425 miljoen. En de verwachtingen van het bestuur die zijn als volgt. Binnenlands succes wordt kritisch naar gekeken. Continentaal succes, oftewel Europees. Normaal. Naamsbekendheid kritisch. Financieel hoog. En jeugdafdeling kritisch. Nou, eigenlijk is dat ieder jaar wel zo. Je kan ook damesteam aanzetten. Gaan wij niet doen. Wij gaan met de heren spelen. Nou, zien we hier transfers. Je kan dus wat dingen aanpassen nu. Actief uitgezakt. Ik laat hem wel actief scouten. Zetten we aan. Trainingsplannen houden we aan. Dit laat ik even op wereldklasse. We gaan geen financiële overname doen. En we doen verwachting van het bestuur strikt. Kies hoeveel eist het bestuur van de club is. Verwacht niet dat ze al te soepel zijn. Als manager zul je nog steeds de meeste doelstellingen moeten halen. En als we dan streng doen, dan wordt er van je verwacht dat je alle doelstellingen haalt en de goedkeuring van het bestuur op een hoog niveau houdt om je baan te behouden. We doen gewoon streng. Waarom ook niet? We gaan het gewoon een keertje doen. Dit is nooit aanwezig geweest, dus ik ga het gewoon op streng zetten. Geen ontslag kan je dan nog verder doen. Mild, strikt en dan is hij weer op streng. Nou, wij laten hem lekker op streng. Dit is gewoon zoals het hoort. 4 minuten voor de speelhelft. Wereldklasse staat hij dus. Kwaliteit, jeugdspeler. We laten dit wel gewoon staan op volledig potentieel. We zien hier dus nu wat gameplay simulatie dingen. Ik zet windeffect, zet ik op. Normaal weerseffecten zet ik aan. Ik bedoel, waarom niet? Dat is nieuw. We zetten het gewoon lekker aan. Ik ga verder niks aan die slidings doen. Kan je ook niks aanpassen. Dit soort dingen laat ik gewoon staan op wat ze staan. Dan ga ik niet te veel aan sleutelen. En dan kunnen we in principe gewoon verder gaan nu. Nou, here we go. Daar zijn we dan. En we zien als eerst een heel nieuw menu. Dat is echt onder de schop genomen. Dit gaat wel even wennen worden, denk ik zo. We gaan gewoon een beetje bij het begin beginnen. Trainingsplannen. Ik ga ze bekijken. Ik weet niet of dit ook al spelen is. Ah, dit is gewoon dit gebeuren, joh. Ik laat dit denk ik voor nu maar gewoon even staan. Zoals staat, trainingsplannen.
Ja, dit kunnen we voor nu wel even allemaal op scherpte zetten voor de vriendschappelijke wedstrijd. Of wedstrijden. Die zullen gaan komen, verwacht ik wel weer. Maar dit kennen we ook wel van de vorige FIFA. Nou, hier iets wat in de vorige EAFC ook al zat. Die voorinstelling hier voor je speelstijl, je tactische voorinstelling heet het hier. Je hebt volgens mij wel wat meer opties nu, of niet? We hebben standaard, vleugelspel, tiki-taka, gegenpressing, achterin dicht, counter en lange trap vooruit. Ik ga weer voor gegenpressing. En nu de doelstelling van het bestuur bij dit Ajax. Ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn in deze nieuwe FC-game. Je ziet dus wel dat het allemaal kritisch is op continentaal succes na. En we gaan gewoon eens alles af. Bij de jeugdafdeling contracteer minimaal 3 spelers jonger dan 20 jaar met een potentieel dat groter is dan de gemiddelde algemene beoordeling van de huidige spelers op dezelfde positie. Nou, dat komt vaak wel goed. En dan staat er als laatste nog bij, contracteer 2 spelers in je jeugd afdeling voor de positie van verdediger. Dus we gaan jeugdscouts maar even op verdedigers laten zoeken. Dan voor de naamsbekendheid hebben we haal 12 overwinningen in de thuiswedstrijden. Gaan we sowieso voor. We willen eigenlijk alle thuiswedstrijden altijd winnen. En contracteer 1 cruciale teamspeler voor een positie als middenvelder. Oké, ze willen dat we het middenveld versterken. Vind ik eigenlijk niet zozeer nodig. Ik had liever dan een rechtsback of zo gezien. Linkervleugel, hè. Maar goed, ze willen dat we middenvelder halen. Dan zit ik eerder te denken aan een soort creatieve 10, want voor de rest, ja, hebben we al voldoende bezettingen. Dan hebben we nog sluit het seizoen af met 5,4 miljoen aan niet uitgegeven financiële middelen. Ik moet nog even kijken of ik dat teken kan veranderen naar euro's. En er staat nog, maak binnen 3 seizoenen 19,4 miljoen winst door jeugdspelers te verkopen. Nou, oké, 19,4 miljoen is een aardig bedrag, maar ik ben benieuwd hoe de waardes van jeugdspelers gaan liggen. Dan hebben we nog binnenlands succes. Win de competitie is gewoon de doelstelling. Nou, ik was er sowieso wel van plan voor te gaan. Dan wil ik altijd. En haal de halve finale van de Oranje Beker. Nou, op zich lijkt me dat ook nog wat doable. En als laatste hebben we dan nog continentaal succes. Haal de kwartfinale van de Europa League. Dat kan misschien nog wat pittig worden. Maar goed, dat is afwachten hoe de gameplay loopt. Dat merken we allemaal vanzelf. Nu moeten we hier naar het scoutingnetwerk kijken. Ik ga hier nog geen scout bijhuren. Ik denk dat ik het nog wel ga doen. Maar ik ga ook naar de jeugdscouts kijken. Ik ben vooral benieuwd naar hoe jeugd werkt dit jaar. Dus voor dit hier met de transferscouts, dat laat ik even voor wat het is. Dan mogen we weer coaches gaan aannemen. Dit kennen we natuurlijk van vorig jaar nog, dit systeem. Ik moet op zoek gaan naar gegenpressing coaches dus. En dan zien we hier iemand met in ieder geval een goede keeper en een goede verdediging. Ik ga dit gewoon even sorteren ook op gegenpressing. En dan hebben we maar 1 gouden. 1 echte goeie. Ja, ik ga hem sowieso wel nemen. En ik ga hem dan nemen voor de verdediging, denk ik. Dat wordt dan de 5-star coach voor de verdediging. Ik neem ook gelijk nog wat andere dingetjes aan. Dus ook een keeperscoach. Dus wat zag ik ook? 4 sterren hier. Kan ik mee leven. En ik denk dat we ook voor de rest maar gewoon zo hoog mogelijk gaan aannemen. Beter een coach dan geen coach. Dan hebben we hier 3 sterren voor de aanval en hier 3 sterren voor het middenveld. Dat zijn dan de 2 overige coaches die we nog gaan aannemen. En bij deze kunnen jullie zien dat dat nu ook is gebeurd. We zijn nu op alle posities voorzien van een coach, dus dat is fijn. Dan heb ik hier wat scoutverslagen voor mijn neus gedrukt. Ik ga gewoon wel eens even gauw eroverheen of er wat interessants is voor ons team. Maar op het moment niet per se. Nou, hier. We moeten op zoek. Dit is dan ook nog eens transfervrij en ik wil het realistisch houden. Ajax heeft natuurlijk financiële problemen met echt. Deze man is transfervrij, 74 algemeen. Ik ga hem gewoon op mijn verlanglijst zetten. Voor de rest zag ik niks interessants bij dat eerste scoutverslag. Hebben we hier mailtjes over de jeugdafdeling en nogmaals de verwachtingen. Maar de verwachtingen hebben we al doorgelezen, dus die verwijderen we. En is hier een scout die zich wil voorstellen. Nou, dat is ook een standaard berichtje wat je ieder jaar krijgt. De jeugdafdeling ben ik wel benieuwd naar, dus daar gaan we nou even naar kijken. Ik heb direct even gesorteerd op potentieel. En dan zien we toch wel een aantal mooie talenten hier tussen zitten. Ene Vlatko Maric, Andersson, Jelavic. Het zijn niet bepaald Nederlands. Ah, hier, Rick Kramer. Naamgenootje. Maar zonder dolle, die bovenste talenten die gaan we in de gaten houden. En alles wat onder 80 potentieel is, ga ik gewoon als Ajax zijn. Dat gaan we gewoon wegdoen. Dus dit laten we gewoon allemaal gaan. Ook dus helaas mijn naamgenoot Rick Kramer. Jammer man, maar we gaan je kicken. Nou, ik heb ondertussen ook de ontwikkelingsplannen van onze jeugdtalentjes allemaal aangepast. En we gaan zien wat dat in de toekomst gaat opleveren wanneer die plannen zijn volbracht. Enige die ik niet heb aangepast is die van de keeper Tan. Ja, die laten we gewoon even zoals het is eigenlijk. Ik denk ook niet dat een keeper van 1,72 met alle respect is een beetje klein voor een doelman. Verder kunnen we nu een jeugdtoernooi starten, maar dat ga ik eigenlijk niet doen. Wat we gaan doen is door de selectie heen.
En kijken wie we behouden, kijken wie we eventueel gaan verkopen, wie we te koop zetten. Om een beetje, ja, budget op te bouwen. Want in het echt zit Ajax natuurlijk krap bij kas. En ik wil dat een beetje gaan nabootsen in FIFA. Ik wil niet deze transferperiode zomaar alles wat los en vast zit gaan kopen. Daar heb ik gewoon geen zin in. Dat maakt het voor mij persoonlijk niet leuker. We gaan natuurlijk hier en daar wel wat sleutelen. Een beetje afwijken van het echte is wat natuurlijk carrière maar het zo leuk maakt. Maar we gaan eerst wat strenger zijn in ons transferbeleid. Ik ga niet letterlijk iedere speler opnoemen. Ik ga gewoon opnoemen wie ik te huur zet of te koop zet. En Gorter ga ik te koop zetten. Ik denk gewoon niet dat de toekomst voor hem bij Ajax er nog in zit. Wijndal hebben ze geprobeerd te slijten in het echt, dus die zet ik te koop. Levert maar 4,4 miljoen op, dat is niet veel. Gorter 3,9. Avila, die gaan we te koop zetten. Guy gaan we te koop zetten. Tahirovic is de volgende die op het lijstje komt. Linsson, die heb ik te leen gezet. Van Axel Dongen ga ik ook verhuren. Banen wil ik een beetje gaan behouden als soort derde optie. Ik wil echt op de linkervleugel wel gaan versterken op een manier. Of op wat voor manier dan ook. Berghuis wil ik niet per se te koop zetten. Maar zou ik eigenlijk wel overwegen te verkopen als er een goed bod op komt. Hij is nou eenmaal 32. Ik denk niet dat hij iemand is die zijn carrière gaat afsluiten bij Ajax. Ik zie hem in de toekomst nog wel gaan. Dus ja, als er een goed bod op komt, ga ik het zeker wel overwegen. Rasmussen, nog zo'n jeugdspelertje. Waar ik het niet echt zie zitten voor het totale Ajax-plaatje in het algemeen. Ik denk gewoon dat hij net wat tekort komt, dus ook hem ga ik te koop zetten. Chuba Akpom gaan we te koop zetten. En dat is het ook wel voor nu met de selectie. Wat we wel even gaan doen is in de opstelling in ieder geval de poppetjes allemaal op de plaats zetten zoals wij het willen. Soetalo gaat naar rechts centraal. Hato linksback, Baas dus op links centraal, zoals in het echt. Maar Rugani gaat wel op zijn plek in de basis. Range op de rechtsback. Ik zet wel even de 4-3-3 tussendoor bij de tactieken van controlerend naar aanvallend. En dan hebben we dus Taylor op cam, Berghuis en Fitz Jim nu op het middenveld daarachter. Ik ga alleen Fitz Jim aanpassen naar Van de Bomen. En het viel mij op, we hebben geen Klaassen. Terwijl ik wel de nieuwste opstelling had gedownload. Maar ja, Klaassen missen we dus. We gaan hem wel opzoeken. We hebben hier in de aanval Berghuis, Brobby, Gods. Wat op zich wel klopt. Ik neem, zolang we van Axel Dongen hier hebben en nog geen andere linksbuiten, neem ik hem wel mee. Ik wil eigenlijk Rijkov wel meenemen. Maar ja, ik ga zolang Chuba hier zit hem nog wel speelminuten gunnen. Ik denk dat ik de bank voor nu laat zoals het nu staat. Met Baas die op de linksback en centraal kwijt kunnen, heb je daar een prima wisseltje voor achterin. En hier voor het middenveld en aanval kan ik voor nu ook wel mee leven. Dit wordt de opstelling. Ik ga wel even kijken waar Klaassen uithangt in deze game. Klaassen zit niet in de game. Dat is heel jammer. Wat ik wel ga doen is gewoon even zoeken naar andere vrije spelers. De reden dat ik dat doe is als volgt. Ik wil namelijk voor de transfers, zolang we niks verkopen, wil ik ook nog even geen geld echt daadwerkelijk uitgeven, als om het maar even zo te noemen. Zodra we dat wel hebben gedaan, kunnen we dat budget investeren in een nieuwe speler. Zo zijn we wat streng in het begin met transfers, maar veranderen we niet gelijk het halve team ofzo. En we gaan dus op zoek naar linksbuitens, rechtsachters, creatieve team. Want ja, het bestuur wil ook een middenvelder zien. Nou, ik heb door de vrije spelers heen lopen bladeren. En ik heb wat leuke spelers gevonden. Niet allemaal zijn transfer targets. Maar ik moest ze gewoon even aanklikken. Depay is nog vrije spelers. Wel aanwezig in de game. Memphis Depay. Ja, je zou hem op die linkervleugel kunnen stallen, maar hij zendt echt naar Brazilië toe. En dan zou het echt ook nooit naar Ajax gaan. Dus dat had ik sowieso niet gedaan. Maar ik dacht, we gaan gewoon kijken. 82 algemeen, even gezichie. Misschien leuk voor jullie kijkers om te weten. De nieuwe PSV-aanwinst, Perisic, is aanwezig. Gaan wij dus ook niet halen. Is het echt naar PSV? Rabiot is aanwezig. En dit vind ik dan nog wel interessant. Ze willen dat we op het middenveld gaan versterken. Dit zou die doelstelling meteen volbrengen. We hebben ook een speler met naam. Leuk voor de marketing als het ware. En vrije speler legend van Career Mode wel in FIFA en FC. En EA FC bedoel ik. Ik versprak me daar even. Alexis Vega is ook weer aanwezig. En dat zou ook gewoon een optie zijn voor de linkervleugel. Ook zag ik deze man hier. Florinel Koeman. Afif, die we misschien wel zouden kunnen omtrainen. Cesar Huerta. Misschien kunnen we ook als spelers omtrainen naar campositie.
Maar daar is eventueel ook nog Carlos Rodriguez voor. Prima spelertjes die we gratis kunnen oppikken. En ik verwacht dat we dat ook wel gaan doen. Maar dat gaan we niet in deze aflevering doen. Dit was gewoon even team klaarzetten. Wat spelers te koop zetten. Wat spelers hier op het lijstje gooien die we eventueel gaan halen. En jullie moeten natuurlijk ook de kans krijgen om transfertips achter te laten. Dat kan hieronder in de reacties. Daar houden we alleen wel rekening mee. Ik ga pas echt zoeken als we ook wat hebben gekocht. En dan ga ik proberen in dat budget te gaan werken. Zo houden we een beetje gewoon, ja, een soort moeilijkheidsgraadje erin. Blijft het wat moeilijker? Wordt het niet te makkelijk? Lijkt me leuk voor een keer. Beetje realistisch beginnen. Het zal later wel wat lossere schroeven gaan lopen. Maar voor nu, laten we het hierbij. Mocht je er zin in hebben, klik dan vast op dat duimpje omhoog. En abonneer als je nieuw bent. Dat zou ik zeer waarderen. Alle steun wordt altijd gewaardeerd. Als je geabonneerd bent, klik dan ook op het belletje. Zet je notificaties aan. En hoef je geen enkele activiteit op dit kanaal te missen. En activiteiten die gaan op dit kanaal de komende tijd genoeg komen. Ik heb zin in de carrière modes. Ik hoop jullie ook. Ik check jullie graag bij de volgende video. Tot dan. Laters.